Ik heb hier uiteraard bij me staan de twee trainers en Eti Jansen van FC Horst. Ons zeker bekend van vroeger als spits van VVOG. En dat voor de ouderen hun spijt is, ja, dan zegt die naam zeker wat. En onze trainer Jan van den Berg. Ja, we hebben hier vanmiddag een wedstrijd gezien, Eti. Met de eerste helft, die, ja, het regende. En dat was eigenlijk ook het spelbeeld. En de kwaliteit van het spel. Ja, je wou het kort maar krachtig houden, dus ja, dan ben ik wel klaar inderdaad met hier zelf. Ja, het was inderdaad over en weer. Het voetbal niet goed, geen kans over en weer. En ja, voor ons een beetje jammer dat we net voor ons toch nog die ene goal dan valt. En dan moet je daar natuurlijk weer achteraan voetballen. Maar het was slaapend misschien wel. Ja, het was voor jullie misschien ook wel dat jullie type trainer kennen dat voorheen bij Horst was. Jan, kende jij het gebeuren van voor die tijd? Heeft dat meegespeeld dat je tegen Horst moest vandaag? Nee. Dat was kort. Ook niet dat je veel spelers kende? Nee. Ja, we gaan net zo lang door tot de ja komt. Ik ben blij, ja. Wat ik net schetste tegen Eddie over de kwaliteit van de eerste helft, was slecht? Nee, vind ik echt niet. Ik bedoel, we hebben geen kans gecreëerd allebei, maar ik vond wel dat de intenties bij Nunspeet lagen om te voetballen. En de eerste 10 minuten vond ik Horst absoluut beter en meer veldoverwicht hebben. Maar daarna vond ik dat wij wel probeerden te voetballen. Ik moet alleen zeggen dat Horst in de eerste 10 minuten ook 18 overtredingen maakte. Om ons het voetbal te ontnemen, en dat deed ze gewoon heel goed. Waardoor ik misschien heel veel stil lag, maar de intenties waren er wel. Dus ik vond het helemaal niet zo goed. Oké, ik heb er toch meer uitgekregen. Eti, we gaan je tweede helft beginnen. Kort voor de rust sta je op een 1-0 achterstand. En dan ga je met je man het veld in. Maar hoe heb jij de tweede helft gezien? Nou, we hadden natuurlijk de tweede helft willen beginnen zoals we dat na een minuut of 20-25 gedaan hebben. En niet zoals de eerste 10 minuten van de tweede helft liepen. Want ja, dan loop je eigenlijk heel snel achter de feiten aan door de 2 en de 3-0 al heel snel om je oren te krijgen. En ja, dan zijn we gewoon niet alert genoeg, niet scherp genoeg. En dan speel je hem in theorie eigenlijk al een verloren wedstrijd. Dat we dan toch nog terugkomen en dat de jongens het geloof erin houden, dat is gewoon een compliment waard. En dan maken we ook nog zeker de derde een geweldig doelpunt van Dennis Volkers. En dan eigenlijk moet je dan nog 3-3 uitspelen. Wat dan misschien niet al te slim was van ons, dat de enige situatie waar uiteindelijk nog een tegengoal zou kunnen vallen, of een vrije trap, of een corner. Ja, die overtreding maken we dan ook nog misschien 1 of 2 aanvallen tegen een stuk of 4, 5 verdedigers van ons. Daar moet je het geduld op kunnen brengen om op een goede manier die bal weer terug te veroveren en geen overtreding maken in de bal. En Jan, 3-0 voorsprong, al redelijk snel. En dan? Ja, nee, ik vond ons best wel goed uit de kleedkamer komen. Ik vond wat het verschil was met de laatste twee wedstrijden, vond ik met name het middenveld. Ik vond dat wij erg veel de tweede bal hadden, wat we de laatste weken niet meer hadden. En dan zie je gewoon dat we best wel heel goed kunnen voetballen. Er zit er heel veel snelheid in, met name bij Kevin. En die was daar ook wel bepalend in, vond ik vandaag. En ik moet zeggen, 3-0 voor mag je niet meer weggeven. En ik vind ook dat we totaal niet in gevaar kwamen totdat de eerste goal viel, wat ik een absolute dwaling van de scheidsrechter vond. Ik zeg het niet vaak, maar als dat geen overtreding is, dat je weggetrokken wordt. Hij stond ook meteen voor de keeper, die andere man. En dat was de eerste bal op de goal in de 74 minuten. En als je dan 3-0 voor staat en er is geen bal op de goal geweest, dan verwacht je dit niet. En dan zie je wat angst komen, dan zie je een rode kaart komen op 3-1, dan wordt het 3-2, 3-3 met de wereldgoal. Die zie je ook niet vaak op de velden, ook niet in het betaalde voetbal, dus dat vind ik wel mooi om te zien van Dennis. En dan hou je hard vast, met name omdat we de laatste 3 wedstrijden in blessuretijd verloren hebben. Of een doelpunt tegen hebben gehad. Tegen KC stond wel 1-0 achter, maar tegen Endos en vorige week gaan we er gewoon af. En je zag ook wel dat we nu goed deden met de vrije trap die we kregen. Dat we 2 man voor de afvallende bal hadden, 2 man achterin, terwijl er niet eens tegenstander stond. Kun je zeggen, ja, ga je dan voor de winst? Nee, wij waren heel blij dat je tot een 3-3 was gebleven. Met het oog op hetgeen wat we de laatste week hadden meegemaakt. En tot die dan valt, ja, dat is heel fijn een keer. Dan zit het mee. En dan ga je in ieder geval 2 weken rustig. Ja, we hebben van komende zaterdag een competitieloze zaterdag. Dus
Nunspeet gaat nergens spelen zaterdag ook al. Nee, ik ga lekker naar China morgen, dus ik ga zeker niks doen. En de jongens die trainen dinsdag en donderdag en zaterdag zijn we vrij en volgende week gaan we lekker volgende week. Oké, en bij jullie, Eti, gaan jullie volgende week nog voetballen? Ja, wij zitten nog wel in de beker, dus wij moeten... dat is het raken. Wij waren er snel uit. Ja, wij spelen volgende week zaterdag thuis tegen Sparta Nijkerk. Dus ja, ook niet de minste, denk ik. En jullie spelen thuis? Ja. En dan, ja, dat is een mooi affiche, zoals ze zo mooi zeggen. Dat kan ook nog wel eens een beetje mensen bij jullie brengen. Nou ja, inderdaad. Op het algemeen neemt Sparta zelf ook nog wel wat aardig publiek mee. En misschien dat uit de omgeving nog wat mensen uit Nunspeet of zo, die toch niet voetballen. Kunnen dan morgen eens komen kijken. Dit is een hele mooie uitnodiging. En voor deze keer zouden we als Nunspeeters er ook gehoor aan kunnen geven. Jan, ja, voor ons was het beker gebeuren snel afgelopen. En als je dan zo'n plaatje hoort waar ze hun nu tegen moeten, is wel jammer, hè? Het is altijd jammer, maar als je nu ziet dat we vandaag 12 fitte jongens in de A-selectie hadden en Henk Baum en Rob afgevallen zijn, hebben we 10 over. Dus ik vind het heerlijk om hier te voetballen. Ja, en we gaan even uit over een zijstapje over het bekervoetbal. Maar ik denk dat wij als Nunspeeters blij mogen zijn dat in ieder geval 6 wedstrijden gespeeld, in ieder geval nu 3 overwinningen. Het was op het kantje, in de laatste seconden bijna. En ik denk dat wij hiermee af moeten sluiten. Nunspeet is vandaag met de hakken over de sloot met een 4-3 overwinning vandoor gegaan. In ieder geval de 3 punten binnengehouden. Ik zou zeggen, over een paar weken zijn we hier weer. En hopelijk met weer een positief resultaat, maar hopelijk met iets mooier voetbal. Dit was het vanuit de businessruimte van de voetbalvereniging Nunspeet. Tot de horens. Ja.